Voorzitter, dit kabinet is de zwanenzang van 13 jaar kabinetten die het belang van Nederland niet op één hebben gezet. Nederland is doodziek en het maakt niet uit hoe hard de bureaucraten in vak K roepen dat het een heel gaaf land is. De kiezer heeft de plusklevers knock-out geslagen door een overweldigende stem voor een ander beleid en de kiezer heeft altijd gelijk. Met felicitaties uiteraard voor BBB. Het is tijd om schoon schip te maken en te starten met het herstel van Nederland. Voorzitter, een kleine bloemlezing van wat er allemaal fout ging. En laten we eerst de schandalen langslopen. Het begon met de veroordeling voor racisme door de rechtbank in Haarlem van Mark Rutte in 2007. En we hadden de leugens over de burgerdoden in Hawija. En natuurlijk het toeslagenschandaal met de daaraan gerelateerde uithuisplaatsing van 2075 kinderen. En daarnaast hebben we natuurlijk het schandaal van het Groninger gasveld en het grootste schandaal van de laatste decennia. Namelijk het coronaschandaal waarbij onze grondrechten door dit kabinet werden vermorzeld. Meer mensen stierven door het kabinetsbeleid dan door corona. We hebben een energiecrisis, een crisis in de jeugdzorg, een crisis in de ouderenzorg, een klimaatcrisis, een asielcrisis en een veiligheidscrisis, omdat dit kabinet onze schaarse wapens weggeeft aan Oekraïne. En ook de woningmarkt is dankzij Hugo de Jonge verworden tot een grote crisis. De voedselbanken draaien overuren en grote groepen Nederlanders hebben geen geld meer voor eten of verwarming van hun woning. Er is een exodus gaande van kwaliteit, ervaring en geld. Ondernemers ontvluchten Nederland en stemmen met hun voeten, terwijl een linkse interim trekpop Schiphol harakiri laat plegen. Ministersposten zijn gevuld met onervaren en incompetente mensen. Een van de hoofdredenen waarom Nederland massaal een proteststem uitbracht. Kan de premier zich voorstellen dat Nederland zich verbazen over het gebrek aan opleiding en ervaring van de door hem geselecteerde bewindspersonen? En dan de aanleiding van deze electorale aardverschuiving. Het stikstofbeleid. Er zitten te weinig beta's in deze alfa-hel van een Tweede Kamer om het absurde stikstofbeleid te stoppen. Linkse dwaallichten beweren ten onrechte dat stikstofoxide of ammoniak vergif is. Dat stikstof iets met het klimaat te maken heeft. Dat Europese regels ons tot stikstofreductie dwingen en dat onze natuur kapot gaat door stikstof. Kan de premier uitleggen waarom het technisch nodig is om 50.000 boeren, 500.000 mensen in de agrarische sector en honderden miljoenen mensen die wij van voedsel voorzien te liquideren? En dat het goed is om daar een hallucinant bedrag van 25 miljard euro aan te verspillen? Lees het boek De Stikstoffuik van Arnoud Jaspers en zelfs iemand zonder technische opleiding wordt wakker. Er is geen stikstofprobleem. Mark, wat heb jij aangericht? Was dit jouw bedoeling? Wil je zo de geschiedenisboeken ingaan? Nederland is dood en doodziek en de hardwerkende Nederlander heeft een keiharde tegenstem uitgebracht. Tegen dit kabinet, tegen dit afbraakbeleid. Maar we weten allemaal dat het niet genoeg is om deze neo-marxistische revolutie te stoppen. En ik zou daarom een beroep willen doen op de VVD. Het linkse feestje heeft lang genoeg geduurd. De tijd van politieke spelletjes, leugens en schandalen is voorbij. Dus ga terug naar jullie kernwaarden, vrijheid en verantwoordelijkheid. En trek de stekker uit dit diep socialistische kabinet. In het belang van Nederland. Dank u wel, voorzitter.